De gemeenteraad van Heumen nam donderdagavond unaniem een motie aan waarin staat dat de Rijksweg te veel geluidsoverlast en verkeershinder veroorzaakt en dat de provincie daar wat aan moet doen. Wethouder René Waas begrijpt goed waar de motie vandaan komt. Absoluut, volgens mij zijn we er al meer dan 20 jaar over bezig. Ja. Dus we vinden dat nu, omdat de overlast steeds groter wordt, dat het nu dus maar actie ondernomen moet worden. Ja, we zijn op dit moment bezig met een onderzoek om te kijken naar alle mogelijkheden, om te kijken of we een definitieve oplossing kunnen vinden voor het probleem de Rijksweg. Natuurlijk de milieuonvriendelijke stoffen die vrijkomen, de uitstoot van de auto's, maar zeg maar de drukte. Dus en het gaat in ieder geval allemaal ten koste van de leefbaarheid. We hebben natuurlijk een aantal mogelijkheden al besproken met de provincie in het verleden. De infrastructurele mogelijkheden volgens de provincie waren er niet, waren toch heel erg lastig. Waar men wel een bijdrage aan heeft geleverd is in het systeem van beter benutten. Waarbij de automobilist de fiets gaat pakken. Dus dat is ook iets goed gekomen. Maar dat is in ieder geval, als je kijkt naar de problematiek op het gebied van leefbaarheid, niet voldoende. Dus we zullen nu al die mogelijkheden nog een keer goed op een rijtje moeten zetten om daarmee naar de provincie te gaan. Maar we zitten eigenlijk nu midden in dat onderzoek. Dus als u mij vraagt van, ja, wat is nu de oplossing, dan bent u nog even iets te snel. We nemen nu de vakantieperiode om te gaan inventariseren, te oordelen. En we zijn nu al bezig met contacten te leggen met de provincie. Al is het maar een kennismakinggesprek met een nieuwe wethouder. Dus we willen de vaart inbrengen, want in maart, april volgend jaar zijn er natuurlijk ook provinciale verkiezingen. Dan zullen er misschien ook wel nieuwe mensen naar komen. Die moeten ook weer ingewerkt worden. Naar vorige week zijn we een jaar verder. Dat willen we niet. We willen echt proberen na de vakantieperiode daar aan tafel te gaan zitten. Met mogelijkheden die we onderzocht hebben. En kijken of we daar iets van kunnen maken.